Zo'n 4 minuten voor de eind van de wedstrijd woer speler Pennelly Bia van VVOG een corner nemen. Van de tribune waren hem apeloeden taroppen. Bia woer net vierde spielje en eerste actie van de skiertsruchter. In eerste instantie dier de skiertsruchter dat net. De assistenttrainer van VVOG Rob van de Kantoor dat de skiertsruchter er wat aan dwam was. Hij kreeg een rode kaart. Uiteindelijk had de skiertsruchter de wedstrijd stillijn. Harkemase Boys en VVOG maakten te jaar een statement door de zaak. Nou, we hadden vanmorgen contact met VVOG daarover en dat we een statement maakten zien, net alleen op dit incident, maar voor racisme in zijn algemeenheid, dat we dat net accepteren hier in Harkema bij Harkemase Boys, maar nergens net. Nadat de wedstrijd 10 minuten stillijn hier, kwamen de spelers het veld weer op en hadden ze de bal roenspelen rond het eind van de wedstrijd. De man die de apeloeden roppen had, is geen lid van de supportersvereniging van de Harkema. De vereniging zei dat de man de club bot skeer tabracht had. Mogelijk komt de zaak ik nog van de tuchtcommissie van de KNVB.